dan hoe dit erbij ligt. Oh. Ja, we zijn er. Jee. Yeah. Ja, een hele goede middag allemaal. Ja, mijn naam is Karen Stalman van de Werf en mijn man die heet Roderick Stalman van de Werf. En ja, het is vandaag dus alweer 1 juni 2020. En wij maken er gewoon een hele gezellige dag van. En ik heb Roderick al sowieso aan de telefoon. Al een hele tijd. Ja, ja, is leuk. Maar wij gaan sowieso vanavond lekker uit eten. Dus daar maak ik ook een aparte vlog van. En wij wensen jullie sowieso vandaag heel veel kijkplezier gewenst bij deze gloednieuwe vlog. Roderick is met de hondjes. Die loopt daar. Hier. Daar dus. Kijk. Daar loopt Ro. Ik sta nu lekker op het balkon. Want Ro die zei net, het is veel te warm. Maar zo warm is het niet. Want het is nou een lekker windje. Jut. Dus ik ben nu aangekleed. Ik moet alleen nog mijn haar doen. Het slaat echt helemaal nergens op mijn haar. Op dit moment. Echt. Kijk. Die eruit. Hey. Alles goed? Ja, lekker aan het, gewoon even lekker aan het vloggen, hè? Ja, tuurlijk, altijd. Altijd. Hey, kleine meid! Ja, gezellig. Hey, Speedy! Zit je daar, vriend? Ja. Bij je kinders? Ja, en bij je kindjes, hè? Is leuk. Ja, daar zit Speedy tegenwoordig heel veel. Sinds dat de jongens daar zitten. Maar vanavond gaan wij uit eten. Ja, lekker. Hoe vind je dat? Nou, weer een lange tijd niet uit eten geweest. Dus dat wordt wel weer tijd. 2,5 maand, hè? Zoiets, ja. Sinds even. Yep. Maar waar zit het gevestigd waar wij gaan eten? Nou, het is richting Delft vanuit Den Haag gezien. Amsterdam, et cetera. Het zit in Den Haag. Ja. Op de Brassers. Kade 223. Ja. Daarna. Ja. En het heet Wereldrestaurant Samen. Mooi, daar ben ik blij mee. Amen. Ja, 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 ja. En dan als je nog de postcode wil hebben, nou, prima. Dat is 2497 November X-ray. In het NAVO-spelalfabet. Of Nico kan tippen zoals jij dat altijd noemt. Ja. Ik wel. En dan gewoon Den Haag. Ja, ja, dus ja. Wil je daar en daar ook eens een keertje eten, gewoon lekker doen. En noem even onze naam, want wij zijn daar gewoon bekend. En vanavond zullen we daar dus ook vloggen. Dus ben je benieuwd na de vlog van hoe het dus nu rijlt en zeilt naar de momenteel de wet. Hoe die is, ik zou zeggen, kijk gerust. En laat dan ook op die vlog sowieso even een leuke reactie achter. Toch? Ja. Dus dat. Kijk dan hoe dit erbij ligt. Oh. Puppy. En daar ligt Lady. En de schoenen met ze wel, hè, dame? Mijn schoenen met ze wel, hè? Mm-hmm. Oh, ga je uittrekken? Ga je lekker op mijn schoenen liggen, meis, met je koppie. Prima hoor, schat. Mag. Nog een paar. Ja, is prima. Cool. Ja, nee. Ik ben druk bezig geweest. Ja. Ik heb aardig wat vlogs online. Ja, ik moet nog 3 vlogs in elkaar maken. En dit is alweer de vierde die ik morgen weer ga doen. Maar dat komt allemaal wel. Maar wie is er ook weer? Hi, schat. Hi. Hoe gaat-ie? Ja, redelijk. Het is best een lastig uitzoekwerk. Je moet 3 kranten vergelijken met elkaar. Ja. Nou, maar vergelijk je op een prijs natuurlijk, een oplagers. Nou, ga je naar een krant, krijg je niks. Mm-hmm. Ga je een andere krant, krijg je alle informatie die je hebben wil. Oké. Okay. Mm-hmm. Waarom is dat nou niet openbaar beschikbare informatie? Ik bedoel, het is een nieuwssite, krant, iets. Ja.
Dan kan ik zeggen, wat kost een krant? En wat is de oplage van de krant? Hoeveel pagina's zit er in een krant? En welke dagen bezorg je allemaal of heb je een krant? Mm-hmm. Ja. Yep, ik snap jou. Dat was even lastig. Yep, nou, ik ga even nog nadenken wat ik vanavond wil. Want dat hebben we hier op een foto. Dan ga ik zo eerst even onder een D stappen. Lekker even met dit rare rotweer. Doe ik gelijk even mijn elastiekje eruit. Kijk, hartstikke D. Gelijk weer los haar, want het is stug op dit moment. Maar dat komt ook door het weer mede. Dus dat kan, moet ik even kijken. Misschien dat Ro dan eventjes in die tijd nog eventjes iets aan zijn huiswerk kan doen of zo. In de tijd dat ik even onder een douche ga. Ja, nou niet onder, maar ik ga in de douche onder een waterkop staan. Ja, waar water uit komt. Helemaal lekker. Dus dat ga ik even doen en dan... Als jullie mij zo meteen weer, als ik lekker helemaal fris en fruitig ben. Ja, mensen, we zijn onderweg naar het wereldrestaurant samen. Ja, daar gaan we lekker uit eten. En dat zei ik net al tegen Roderick, ik vind het toch wel een beetje spannend. Waarom weet ik niet, maar nou ja, ik weet het wel, maar ik wil... Ja, ik praat er niet liever niet over. Vooral niet in de vlogs. Wat heeft in de tijd weer? Voor het eerst weer in 2,5 maand tijd ga je gewoon weer uit eten met de nieuwe richtlijnen om het zo maar dan even zo te zeggen. Dus ja, het is wel rustig, want het is maar 30 personen wat gewoon binnen mag. Qua klanten. Dus ja, dan ga je toch wel even anders met een ander gevoel daar naartoe. Maar het is wel wat rustiger. Zo, lekker zon in mijn mik. Lekker. Dus ja, Het is ook wat rustiger vloggen voor mij, hoop ik. Voor ons. Dus ja, het is maar even de vraag van wat wij gezellig krijgen op ons bordje. Dus ik ben benieuwd. En ik hoop jullie ook. Dus alsnog heel veel kijkplezier gewenst.
zijn er! Yay! Joepie! Ja, dat kon. Ja, lieve mensen, lieve familie, lieve vrienden, van alles. Wij gaan onze leuke vlog afsluiten. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer, doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog en reageer even hieronder. Dat vinden we onwijs leuk. Wij gaan nu lekker slapen. Roderick gaat ook zo lekker naar huis. Na en naar een kus en een knuffel voor mij. En dan zeggen we dankjewel en tot morgen. Doei!